Deze instructie gaat over gedrag. De leer van gedrag heet etologie. Dus etologie zou je kunnen zeggen als is de gedragsleer of de wetenschap van het gedrag. Bij gedrag gaan we vooral letten op dieren, omdat daar gedrag goed te meten is. Gedrag wordt veroorzaakt door prikkels. En prikkels, dat kunnen zowel uitwendige prikkels zijn als inwendige prikkels. Uitwendige prikkels komen van buiten, zoals licht, geluid en temperatuur. En inwendige prikkels die komen van binnen, zoals honger, hormonen, dorst. Je zou kunnen denken aan pijn, dat komt ook van binnen. En prikkels die van buiten afkomen, naast deze, die komen ook vaak van andere dieren of die komen vanuit de natuur. En inwendige prikkels komen van binnen het lichaam zelf. En deze twee prikkels die veroorzaken eigenlijk, soorten prikkels veroorzaken gedrag. Wat jij moet kunnen is een prikkel kunnen begrijpen en kunnen indelen in een van deze twee groepen. Op het moment dat een prikkel bij een dier binnenkomt, dan vertoont het dier een reactie op die prikkel. En die reactie, dat noem je de respons. En als bijvoorbeeld een prikkel van binnenkomt, de prikkel honger, dan kan de respons zijn dat het dier besluit om naar de voerbak te lopen. Of dat het dier besluit om te gaan jagen. Bij de prikkel temperatuur, als de temperatuur daalt, zou een beer kunnen besluiten om bijvoorbeeld in winterslaap te gaan. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat gedrag kun je verdelen in verschillende handelingen. Verschillende kleine stapjes. En gedrag is een heel groot thema. En als je bij een dier een kwartier naar een dier kijkt, kan je het gedrag splitsen in hele kleine stapjes. Iedere stapje is weer vaak een nieuwe respons op een prikkel. Gedrag is dan ook eigenlijk samengevat alle handelingen van een mens of dier. Anders gezegd, alles wat een mens of dier doet, dat noemen we gedrag. En als je op die manier naar een dier kijkt, zou je kunnen zeggen dat een dier dus ook altijd gedrag vertoont. Een gedreven vertoont nooit gedrag. Nou, hoe geef je dat gedrag nou weer? Als jij een dier gaat bestuderen, dan besluit je eigenlijk om het gedrag te gaan observeren. Daar stel je eerst een etogram op. Je kijkt een tijd naar het dier. Je kijkt naar de verschillende handelingen die het dier doet. En vervolgens besluit je om die handelingen op te schrijven. In dit geval een konijn. Je ziet vijf verschillende handelingen. Bijten, drinken, eten, graven en hoogspieden. Dat zijn de verschillende handelingen die iemand gezien heeft bij het dier. Hij heeft een beschrijving gemaakt van de handelingen en een afkorting. Die afkorting is makkelijk, omdat je daarna in korte tijd ook de verschillende handelingen achter elkaar kan opschrijven. Allereerst is het belangrijk om de verschillende handelingen van het dier in beeld te krijgen. Daarna ga je weer kijken naar het dier en maak je een protocol waarin je om de bepaalde tijd aangeeft welke handeling het dier op dat moment uitvoert. Als je het gedaan hebt, dan herken je vaak patronen in het gedrag van een dier. Dit zijn de manieren om gedrag te observeren en om het weer te geven. Dus met behulp van een etogram en met behulp van een protocol. Eerst de etogram en dan de protocol. Bij gedrag is het altijd de vraag of het erfelijk is of aangeleerd. Dat is eigenlijk de vraag die de meeste wetenschappers ook bezighoudt. Vooral in menselijk gedrag, maar we letten nu weer even op dieren. Je kunt dus gedrag leren of je kunt het zonder te leren. Bij vogels, kun je kijken, hier zit een plaatje van een vogel bij. Vogels kunnen bijvoorbeeld fluiten. En het is dan de vraag, kunnen ze van nature fluiten of is het gefluit aangeleerd? Op dit moment zijn er nog steeds onderzoeken naar of om te bepalen of dat nou aangeleerd is of erfelijk. Erfelijk zou je kunnen zeggen is hetzelfde als aangeboren. Nou, wat veroorzaakt nou gedrag? Over dat leren gaan we het straks even hebben. Wat veroorzaakt eigenlijk gedrag? Nou, dat zijn dus die prikkels. Er zijn de gewone prikkels en er zijn sleutelprikkels. Sleutelprikkels die hebben een doorslaggevende rol. Die zijn voor het dier dus belangrijker dan een gewone prikkel. Een sleutelprikkel bij een stekelbaarsje is bijvoorbeeld een rode onderkant. Dan besluit het mannetje vaak om die aan te vallen. Het rode onderkant is voor hem een prikkel om zijn territorium te verdedigen. De sleutelprikkel dus, erg belangrijk, doorslaggevend. Bij zilvermeeuwen, wat Nico Tinberg heeft onderzocht, is de rode snavelvlek een sleutelprikkel. Bij een zwarte snavelvlek reageren jongeren ook heus nog wel. En bij een gewone snavel reageren ze ook heus wel, maar niet zoveel als bij een rode snavelvlek. Een sleutelprikkel dus.
We hebben nog bijzondere sleutelprikkels. Dat zijn de supranormale prikkels. Die zijn effectiever. Die zijn nog effectiever dan een sleutelprikkel. Dat houdt dus eigenlijk in dat een dier daar nog sneller en nog directer en nog eenzijdiger op reageert. Het is voor een vogeltje is bijvoorbeeld een rode bek een supranormale prikkel. Hoe groter de rode bek, hoe effectiever die prikkel is en hoe meer voer de vogel daar ook in zal gooien. Een rode bek is voor hem een sleutelprikkel, maar een hele grote rode bek is een supranormale prikkel. Daarbij maakt het echt niet uit of het nou zijn eigen jong is of niet. Verschillende soorten van gedrag gaan we het even over hebben. Een van de soorten is balzgedrag. Dat is gedrag heeft te maken met voortplanting. Het is eigenlijk belangrijk om te bepalen of er paardjes zich gaan vormen. Of een mannetje en vrouwtje samen een paar kunnen vormen. Bij een hand van balzgedrag kunnen vaak dieren ook zien of zij met de juiste partner hebben gekozen. Soms vertonen dieren balzgedrag en gaan ze vervolgens niet paren. Maar meestal gaat het dan de paring vooraf. Je zou kunnen zeggen, het is onderdeel van de paring, is een ritueel. Een mooi voorbeeld is de fuut, maar ook stekelbaarsjes, die laten het heel goed zien. Maar zo zijn er nog wel veel meer dieren. Territoriumgedrag is ook zo'n typisch voorbeeld van gedrag, van een soort gedrag. Het is bedoeld om het territorium te verdedigen, het territorium waar het dier zich vaak voortplant en waar hij zijn voedsel vindt. Bij territoriumgedrag hoort vaak het dreigen. Dus dieren dreigen, zoals een koolmeesje, of een roodborstje zit hier zijn borsten vooruit, maar je ziet ook het koolmeesje wat helemaal gaat liggen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als deze twee dieren elkaar tegen zouden komen, dan is het roodborstje het dominante dier en het is het koolmeesje het onderdanige dier. Ze vertonen gedrag waarin je kan zien wie de baas is, maar in dit geval is het voor het verdedigen van het territorium. Dus het is niet om de rangorde te bepalen, maar om te laten zien, hier ben ik de baas en hier kom je niet naar binnen. Rangorde bepalen is er eigenlijk gelijk aan, want dat binnen groepen bepalen dieren welke dier de baas is, welke dier de leider is. De leider is belangrijk om voor het overleven, om de keuzes te maken, waar gaan we voedsel halen en voelen we ons bedreigd of niet. De rangorde wordt heel vaak iedere keer opnieuw bepaald, iedere keer opnieuw. Het belangrijkste mannetje mag bijvoorbeeld zich ook altijd voortplanten in een jaar, dus dat is voor hem dan ook een belangrijk moment. Kippen hebben ook een rangorde. Het is niet zozeer dat de haan altijd de baas is, maar kippen bepalen een rangorde door elkaar te pikken. Als je een tijd naar kippen kijkt en je zou bijhouden wie welke kip pikt, dan zie je dat de kip die het minst gepikt wordt, vaak bovenaan de rangorde staat. En het dier wat het eigenlijk door ieder andere kip gepikt wordt, dat staat onderaan. Dieren die onderaan staan mogen ook later eten dan dieren die bovenaan staan. Dieren boven in de rangorde noem je dominant en dieren onderin de rangorde noem je onderdanig. Nou, de verschillende manieren van leren waar we het net over gehad hebben, of het iets erfelijk is of aangeleerd. Nou, als het gaat om leren, dan zijn er verschillende manieren waarop dieren dingen kunnen leren. Een van deze dingen is leren door trial and error, leren door te proberen en door te mislukken. Als iets mislukt, dan besluit je eigenlijk om het niet opnieuw te doen. Daar heb je dan van geleerd. Het is eigenlijk een hele simpele en logische methode van leren. Een dolf is daar een goed voorbeeld van. Dieren kunnen leren door inprenting in de gevoelige periode van hun leven. Bijvoorbeeld als ze net uit het ei zijn gekomen, dan zijn ze gevoelig voor alle prikkels die dan komen. Op het moment dat ze dan een ander dier zien of een mens zien, of misschien gewoon hun moeder zien, dan prent ze in dat dus hun moeder is. Dat is een manier van leren. Het is dus niet aangeboren om te zien welk wat hun moeder is, maar het is aangeleerd. Bij een Skinnerbox, wat door veel wetenschap wordt gebruikt, zie je vooral een heel mooi voorbeeld van belonen en straffen. Als het dier op een knop drukt, krijgt het voedsel. Dat is dus de beloning. Belonen en straffen worden ook heel vaak gebruikt in de paardensport of in de hondensport. Als het dier niet goed luistert, krijgt hij een straf, een waarschuwing, een tik. Als het dier wel goed luistert, dan krijgt het voedsel of een compliment, wat ook eigenlijk een vorm van belonen is. Een hele eenvoudige manier om dieren iets aan te leren. Dieren leren zelf minder snel door belonen en straffen. Dus het is vaak mensen die een dier iets aanleren, die doen dat door belonen en te straffen. En zo leren wij elkaar ook dingen aan. Pavlov had een manier ontdekt waarop dieren elkaar dingen aanleren, namelijk door
of dieren zichzelf eigenlijk dingen aanleren door te conditioneren. Dus ze linken, wat ze eigenlijk doen, is ze linken één prikkel aan een andere prikkel. De hond in dit geval heeft geleerd dat als het belletje gaat, dat er voedsel komt. Pavlov die mat eigenlijk het speekselopbrengst. Op het moment dat die hond eten kreeg, dan rook hij dat, dan zag hij dat, dan ging hij speeksel produceren om dat te kunnen verteren. Pavlov combineerde dat eten met een belletje. Dus na verloop van tijd begon de hond eigenlijk bij het horen van het belletje al speeksel te produceren, want de hond linkt het geluid van een bel aan het krijgen van eten. En eigenlijk is dat, zou je dus kunnen zeggen, dat de ene prikkel zorgt voor een respons op een ander soort prikkel, die eigenlijk had moeten komen. Twee wetenschappers die, waar je meer over kan vinden als je wil weten over gedrag, die hebben echt veel werk gedaan op dat gebied. Nico Tinbergen, een Nederlandse wetenschapper, vooral bekend van zijn onderzoek op zeelvermeeuwen. En Konrad Lorenz, die ook bijengedrag heeft onderzocht. En wat jij bijvoorbeeld van bijengedrag aan bijengedrag heel duidelijk kan zien, is dat een dier zelf signalen kan afgeven die voor een ander dier weer een prikkel zijn. Een bij besluit een soort van dans uit te voeren die voor anderen een prikkel is om naar een bepaald gebied te gaan waar veel bloemen zijn. Wil je meer weten over deze wetenschappers, dan kun je vooral ook bijvoorbeeld op Wikipedia kijken om dat uit te zoeken. Goed, dit was de instructie. Ik hoop dat je nu meer weet over gedrag. Succes met leren!